This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is, however, not the BBC. Daily Minutes, 17 september 2019. Dit is het bulletin van dinsdag. Nou, ik merk aan mijn stem dat hij nog een beetje roestig is. Ik begin vandaag inderdaad met een nieuwe serie over QRP werken. Deel 1 van die serie. Om die reden is er geen data, want het kostte al behoorlijk wat tijd om deze aflevering te schrijven. Nou, ik heb nogal wat dropjes gegeten. Het heeft niet veel zoden aan de dijk gezet, zo te merken. Ik denk dat het waarschijnlijk in de opname niet eens zo erg te horen is. Maar ik moet enorm veel lucht gebruiken om er ook maar wat geluid uit te persen. Deel 1 dus van de serie over QRP werken. Dit is een poging tot een nieuwe serie over QRP. Ik heb geen idee hoeveel inspiratie ik heb. We zien gewoon waar het schip strandt. Het kan een week duren, het kan 4 dagen duren. Het kan ook wel zijn dat ik een maand genoeg heb om erover te vertellen. QRP werken is het werken met kleine zendvermogens. In de praktijk wordt meestal 5 watt zendvermogen nog als QRP beschouwd en 10 watt SSB vaak ook nog. Hoewel er ook mensen zijn die vinden dat de grens ook voor SSB bij 5 watt ligt. Daarnaast zijn er ook nog mensen die nog met lagere zendvermogens werken, soms met heel veel lager. Over QRP doen veel misverstanden de ronde. Op de Duitse Wikipedia, waarover boven staat dat het artikel niet helemaal onpartijdig is. Maar op de Duitsstalige Wikipedia staat dus een tekst over de voor- en nadelen van QRP, notabene bij het onderwerp QRP. Hè? En dat is duidelijk geschreven door iemand die geen ervaring heeft met QRP werken. Er staat bijvoorbeeld bij de voor- en nadelen dat bij de meeste QRP-verbindingen het hoog uitlukt om de roepletters over te brengen. Ja, dat is gewoon niet zo. En ook nog dat die roepletters dan meestal verminkt doorkomen, waardoor het 10 keer herhaald moet worden. Ja, dat is iemand die waarschijnlijk meer vermogen gewend is en die de praktijk van het QRP-werken niet kent. Hierna laat ik een fragment horen van een QSO wat ik volgens mij in 2014 maakte met panel WST die op dat moment in Zweden zat. De zendontvanger aan mijn kant is een FT817 en ook nog met heel bescheiden antennes. Ja, Roger Wim, het lukt nog. Volgens mij ben je net op redelijke sterkte momenteel. Hey, best 73, bedankt voor de verbinding en voor het rapport hè, van Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Ja, Roger Jon, ja, je bent weer in EG3. Het school is anderhalf en 3 en je bent net gewoon weer 3. Dus je komt prima binnen, ondanks alles. Ja, met je 5 watjes. Heb je nou echt niks meer of, het hoort er nog wel even op. Is dat voor de, nee, je hebt op de korte golf gewoon meer vermogen, dat niet. Vanuit de gedachte dat de verbindingen zo beroerd werken, komt mogelijk ook de fabel dat QRP-amateurs zouden parasiteren op het geld van mensen die met QRO-vermogens en met hoge antennes werken. Dat gaat uit van de stelling dat QRP-stations in hoofdzaak uitsluitend met QRO-stations zouden werken. Ook dat is niet het geval. Wat verder ook nog vaak onterecht wordt aangenomen is dat QRP-werken ook zou betekenen dat je met beperkte antennes werkt als QRP-station. Ook dat is niet waar, omdat het zendvermogen zo beperkt is, moet je juist erg je best doen om een zo goed mogelijke antenne te gebruiken. Het moet natuurlijk wel ergens vandaan komen, hoewel het niet echt altijd nodig is. Maar het is wel vrij belangrijk, die antenne bij QRP. En ook aanpassing is veel belangrijker dan wanneer je met een groter zendvermogen werkt. Mensen die met QRP werken zijn vermoedelijk ook in andere opzichten vrij bescheiden. Er is namelijk een flinke markt voor QRP-apparatuur, wat nog wordt aangewakkerd door recente fenomenen als SOTA, waarbij met een zender zonder lichtnetaansluiting toppen van heuvels en bergen worden geactiveerd. QRP'ers zijn een nogal onopvallende groep. Het is echter niet een heel kleine groep. Bij een snelle inventarisatie zie ik in de gauwigheid dat er tussen de 30 en 40 fabrikanten en hobbyclubs zijn die eigen QRP-zendontvangers op de markt brengen. Daar zitten merken bij als Elecraft,
Icom, Jesu, maar ook een GM3 OXX die een bouwpakket van de bekende Pixie zendontvangertjes ontwierp. Zendontvangers die in de VS vaak in een leeg tonijnblikje worden gebouwd. Er is dus een heel grote verscheidenheid aan apparatuur te koop, voor een deel geproduceerd door bedrijven waar amateurs die niet in QRP geïnteresseerd zijn gewoonlijk nog nooit van hebben gehoord. Merken als QRP Ver, Omega Radio, Wilderness Radio, Hendrix, Small Wonder Labs. Wordt echter ook veel aan zelfbouw gedaan, wat vergemakkelijk wordt doordat veel apparatuur natuurlijk relatief eenvoudig is. In amateurradio verwijst QRP dus naar het werken met verminderd uitgangsvermogen, terwijl wordt geprobeerd het effectieve bereik van apparatuur en antenne te maximaliseren. De term QRP is afgeleid van de standaard Q-code die wordt gebruikt in de radiocommunicatie, waarbij QRP of QRP met een vraagteken worden gebruikt om te vragen verminder stroom of moet ik stroom verminderen respectievelijk. Met stroom werd in vroege tijd de gelijkstroom door de eindbuis bedoeld, wat een indicatie was voor het uitgangsvermogen. Het tegenovergestelde van QRP is natuurlijk QRO, oftewel met meer zendvermogen werken. Deze laatste alinea die kwam overigens grotendeels uit de Engelstalige Wikipedia. Dezezelfde pagina gaat ook in op de filosofie achter QRP werken. De meeste amateur zendontvangers kunnen ongeveer 100 watt zendvermogen leveren, maar in sommige delen van de wereld, zoals de VS, kunnen amateurs tot 1500 watt gebruiken. QRP-enthousiastelingen stellen dat dit niet altijd nodig is en dat gebruik van een groot zendvermogen de kans vergroot op interferentie op televisies, radio's en telefoons in de buurt. Tot zover Wikipedia. In meerdere landen, waaronder de VS, staat in amateurvoorwaarden dat het minimaal benodigde zendvermogen dient te worden gebruikt om een verbinding te maken. Dus dat je niet onnodig meer zendvermogen moet maken. En als ik me niet vergis, staat dat ook ongeveer in die woorden in de aanbevelingen van de IARO bij de bandplannen. Behalve etherfrequenties in een onnodig groot gebied bezet houden, is voor sommige QRP'ers ook de belasting van het milieu van belang. Veel vaker is het echter het zetten van een eigen grens. Het proberen met de beperkingen van het zendvermogen dat je hebt, de afstand steeds verder te verbeteren. In wezen verschilt dat niet van wat veel QRO'ers doen. QRP is echter wel een stuk goedkoper. En dat laatste kan ook een rol spelen. Veel amateurs vinden het echter leuk om weg van alle voorzieningen ergens in de natuur een draadje uit te werpen en zo QRP-verbindingen te kunnen maken. Overigens, volgens de Engelstalige Wikipedia is het huidige record voor een QRP-verbinding een afstand van 2640 kilometer, dat is 1650 mijl. Dat was in de 10 meter band met een zendvermogen van 1 microwatt, 1 miljoenste watt. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasko and is published under Creative Commons. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour.